NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. We waren er even stil van. Ik had eigenlijk verwacht dat Jaap Stam ineens binnen zou komen lopen. Dat is... Ja, bijna wel, hè? Harry. Hou je bek, man. Harry, hou je bek, man. Doe nou niet. Heerlijk. Maar het was natuurlijk weer onverprezen, Harry, even meegen natuurlijk. Mooie herinneringen. Maar ja, tijd voor het NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. En dan beginnen we altijd met de jeugd. En dan zou ik bijna willen zeggen van... Marcel komt er maar in. Maar die is er vanavond niet. Nee, dus wie gaat de honneurs waarnemen? Ja, nou, ik laat hem even gewoon even aan Jury. Jury, je hebt nou een overzicht voor je. Ja, voor het eerst. Voor de jeugd. Vind ik ook fijn. Ja, heb je eindelijk overzicht. Eindelijk. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren, jongens? Onder de 11. Ja. Teambuilding. Nou, die gaan we potje knokken. Leuk, man. Ja, ze hebben net tips van jou gekregen. Dus ja. Tegen Rode SC, Sportpark Paradijs, om 3:00. Ja. We staan nog vierde, dus die andere achtste. Moet lukken. Ja, ik zie kansen. Kunstje, niks meer aan doen verder. Ja, inderdaad. Onder de 12, waar gaat die naartoe? Die gaan ook een potje knokken. Lekker, man. Die gaan een potje knokken tegen de 11. Ja. Altijd goed. Slag om het Zuiderpark, daar komen ze weer. Dat denk ik ook, ja. Ook om 3:00 en daaronder. We spelen weer een keer tegen ADO Den Haag, tegen de onder 13. Ja, die zitten maar dan thuis. Sportpark Paradijs weer. Oh, die zitten wel thuis, oké. Okay. Ja, lekker, man. Kwart je moet van boven naar beneden lezen en dan weer terug gaan op volgende kolom. Ja, een beetje variatie. Beetje variatie. Beetje links, beetje rechts. Gooit er doorheen. Ze maken het lastig. Onder de 14. Wedstrijd afgelast. Oh, doe dat. Dan weet je ze snel. Daar hadden we net zin in. We hebben dat eindelijk in Duitsland gegeven. Het sneeuwt in Kerkrade. De eerste interland. Koud, hè? Nou wel, lekker, joh. Even kijken, nou, de onder 15, onder 17 hadden we al gehad dan, hè? Ja. Dus gaan we naar de onder 19, Sparta. Ja, die doen ze. Zeker. Ben je ook weer bij, denk ik? Ja, NAC doet het best goed, hè. NAC staat onder 19 staat 2, dus gedeeld met PSV, Ajax en Sparta. Vorige week weer gewonnen. En tegenstander Sparta staat 4, dus ik ben blij met deze stand zo. Dus het gaat goed met die onder 19, met Sydney van Hoorn natuurlijk. Mooi goal, hartstikke weer. Mooi. En volgende week trouwens, donderdag 11 oktober, dat is de eerstvolgende wedstrijd van Jong NAC. En dan spelen ze tegen Feyenoord op Varkenoord in Rotterdam op donderdagmiddag 2:00. Dat moet er maar zin in hebben. Hè. Ja, dus dat was hem. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, goed, hè. NAC beschikt weer over een positief eigen vermogen, jongens. Dat was het nieuws van waar we vrijdag mee de dag mee inluiden. Ja, net de volgende dag was het weer op. Net, ja. Daar hebben we weer 3 birigitis. Daar hebben we weer 5 birigitis van gehaald. Het was uitgegeven aan de oproeppremie van alles weer weg. Ja, we zagen net weer dat... Wou we dat plaatje van South Park er eventjes bij halen. En it's gone. En it's gone. Oh, die gaan we nog doen. Geld niet meer spullen, jongens. Ja, je weet het, hè, hoe de laatste keer dat we weer positief eigen vermogen hadden, toen ging het nog eens goed fout. Want toen ging Mommers in één keer hele rare dingen doen. Tot die tijd had hij hele goede dingen gedaan. Maar daarna werd hij een beetje gek en ging hij allemaal veel te dure spelers halen waar hij een beetje op ging speculeren. Dus laten we onszelf daar tegen behoeden. Ik heb er een hele pagina wel over volgeschreven, over met cijfertjes en houdstermaatschappijen en toestanden. Maar gaan we jullie even besparen, want dat is veel te ingewikkeld en niet interessant. U, Godver, hebben wij een Tellenberg niet? Positief eigen vermogen, ja. Nee, dat wil ik. Met machines. Daar zijn we heel blij mee. Daar hebben we heel veel taart en bier op gedronken en zo. En heel blij mee. Dus zodoende. Ja. Ja. Ja? Ja. Zeker weten? Ja. Ja. Nou, dan gaan we weer. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, dan hebben we nog 5-6 minuutjes om jullie te vertellen. Onder andere dat we 5 internationals in de NAK gelederen hebben. Ja, want Jurich Carolina en Gervain Castaner zijn uitgenodigd door de Curaçaose voetbalbond. En dan denk je, Gervain Castaner, hoe kan dat nou? Want die speelde toch bij Jong Oranje. Maar die heeft nu definitief gekozen voor Curaçao. Slim gedaan. Dat lekker is wel heel... lekker op vakantie. Mooi eilandje. Heerlijk. Lekker in de Cariben. Nou, maar ik denk dat het een lekkere voetballer is. Maar dat hij gewoon niet goed genoeg is voor het Nederlands elftal. Nee, dat zat hij zelf. Dus dan kun je toch lekker in Interland maar die Curaçao bouwen. Ja, maar is overgevlogen. Ja, lekker, man. En de Curaçaose voetbalbond is ook gewoon de laatste jaren goed aan iets aan het bouwen. Dat ze ook echt in de Cariben ook daadwerkelijk een woordje mee kunnen spreken. Dus het wordt voor die spelers uit de Eredivisie met Curaçaose afkomst zeer aanlokkend, zeer interessant om ook aan dat team deel te nemen. Want je maakt daar hele mooie dingen mee en ze kunnen daadwerkelijk een goede vuist maken. Dus, maar we hebben er nog eentje. Even kijken, Noor Carolina.
NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, want Luka Ilić ook, want die is voor Jong Servië onder 21. Ik wou zeggen, ik maak er een apart item. Ik maak er een apart item van. Dat verdient wel een apart item hoor, die Luka Ilić. Die speelt niet, maar hij mag wel gewoon voor Jong Servië komen opdraven. Jong Servië. Jong Servies. Ja. Ja. En dat is niet zo, dat is nieuw service, hè? Dat is een jong service. Ja. Die gaan ook een paar wedstrijdjes spelen. En ook Richelieu Sprangers, Haïti. Dat zouden we bijna vergeten. Die speelt bij Holland Sport natuurlijk, wordt momenteel verhuurd. Maar mag met Haïti tegen Saint Lucia. Apart trouwens nog even, hè, dat verhaal wat er op dit moment rond hem is. Hè, dat hij bij een wedstrijd van Holland Sport beledigd is door eigen supporters. Ja, dus zulke Mogolen heb je overal zitten. Ja. Dat is ook niet veel minder begaafd, zou ik zeggen. En helaas ook bij Helmond Sport zit dan een heel klein groepje. Want ik ken wat Helmond Sport supporters. En er zijn over het algemeen gewoon hele leuke mensen. Maar er zitten overal, net als ook bij Helmond Sport, zitten een paar rottig hoekje daar zo. En die kunnen het niet voor zich houden om zich zo primitief uit te laten. Anders gewoon terughalen, joh. Ja. En we gaan naar de laatste Grabbelton. En dat is deze keer de voorverkoop van... NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, NAK Willem II. Want NAK Willem II gaat natuurlijk weer aanstaande zondag 21 oktober. Op het onchristelijke tijdstip van 11:45 volgens mij. Dus we mogen zondagochtend voetbal mogen we ons aan gaan wagen. Die wedstrijd gaat dinsdag in de verkoop. De wedstrijd gaat in de verkoop. Nee, de kaarten gaan in de verkoop. Gaan volgens mij, als ik het eventjes snel doorlees, vanaf dinsdag 9 uur voor de Club van 1912 ouders. Die kunnen vanaf het moment, hebben ze 24 uur tijd voorrang om die kaarten aan te schaffen. Nou, ik verwacht dat die dag al helemaal uitverkocht zijn. Schat ik in, want ik moet er zelf ook nog een paar hebben. Dus Zwarte markt. Ja, zwarte markt. Gezellig. Vakantiebeveiliging met Nels. Nou ja, ook zoiets, hè. Ja, dan kun je daar gewoon kopen. Bij Willem II kan je ook al kaartjes komen op vakantieveilingen. Dan kan ze, voor een paar centen heb je dat is echt waar. Dat is gewoon het definitieve failliet van Willem II. En geen administratie. Dat ziet er echt niet uit. Want wat Willem II niet lukt bij de thuiswedstrijden, lukt ze in de uitwedstrijden wel. Want tegen NAC hebben ze voor 750 man de kaarten weten te verkopen. En dat betekent dat ze daar voor de 58 volgende keer een uitvak hebben uitverkocht. Dus dat is netjes. Die props moet je ze geven. Maar nou moeten ze het voor de thuiswedstrijders proberen. Want dan staan ze volgens mij op de 14e, 13e plek of zo van de minst volle stadions van Nederland, geloof ik. En NAC op de 4e plaats trouwens. Hè. Ja, dat klopt. Vier dus. Heel goed. Top 4 in Nederland. We staan kaart onderaan, maar we staan 4 dus. Als wij nou eens 4 dus van onder zou komen. Ja. Nostradamus zie ik hier staan. Ja, en dan ook nog goed volgens mij.